Hey, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe vlog. Mijn naam is Sylvester en in ieder geval, dit is de eerste vlog. Zeg ik dat goed? Nee, hè? Dit is de tweede vlog in het nieuwe jaar. Goed, wij gaan natuurlijk even een rondje door Velp, Arnhem, Nijmegen, Latum en Arnhem. Heb ik Arnhem al gezegd? Goed, wij gaan even een rondje rijden. En we gaan eens even kijken hoe hoog het waterpeil in de Rijn en IJssel is. En ik neem jullie mee. I'm the realest one that's rapping. Oh my god, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest. Loop ik aan de Rijnkade in Nijmegen en als je zo meteen goed kijkt zie je dat behoorlijk het water echt behoorlijk hoog is. En het loopt bijna tot over de damwand heen. Goed, in ieder geval, ik ga naar Nijmegen en ik neem jullie natuurlijk mee. Gaat me net, hè? Het had niet hoger moeten staan. Oh, loopt mijn management ook. Misschien wel leuk om te weten dat deze dijk... Ja?
En zo zijn we eigenlijk van Nijmegen doorgereden naar Arnhem om daar ook natuurlijk voor jullie te laten zien op film hoe ziet het er nou uit, het wateroverlast eigenlijk van de Rijn en de IJssel. Goed, ik kom vanuit Nijmegen, ik ben nu in Arnhem en natuurlijk ook hier maak ik even een korte film voor jullie. Goed, waar je normaal eigenlijk het bordje hebt staan voor aangegeven voor laden lossen voor vrachtwagens, voor goederen. Dat bordje dat zie je op de achtergrond daar staan. Dus normaal kun je vanaf daar kun je dus eigenlijk lopen. Maar ja, aangezien waar het er zo staat, normaal kun je dus ook hier rijden. Maar dat kan ook niet meer. Je ziet dat het water staat behoorlijk hoog. Het staat 9, bijna 9. En je ziet het al... Ja, het staat gewoon behoorlijk onder. Normaal sta ik hier wel eens te Pokémonnen. Maar dat gaat ook niet. Goed, in ieder geval, dat was een stukje Arnhem. Gaan we opnieuw op naar Latem. Wij zijn nu bij Latem en ook bij Latem staat het water hoog. Staan we bij recreatiepark camping De Veerstal, wat achter ons ligt. En zoals je ziet, het speelveld en hun parkeerplaats. Van het jachthaven waar je ook de boten naar beneden kan rijden om het in het water te leggen, staat ook onder water. Ook recreatieplas is aan het overlopen. Zo staan wij in Velp en ook daar is het al behoorlijk hoog. Je kunt nog naar de boerderij toe, maar dan moet je wel lopen. Nou, ik heb geen zin om helemaal daar naartoe te lopen. Dus tot hier en niet verder, zeg ik maar zo. In ieder geval, ja, je ziet het. Het staat hoog, ook in Velp. Goed, in ieder geval tot zover deze vlog. Like en abonneer natuurlijk en doe het blauwe duimpje omhoog. En tot de volgende keer.